hele goede avond, Jan en Maurits. Goedenavond. Goedenavond, Mar. Maurits is weer te gast en dat is toch een vaste gast van onze vlog, zo kunnen we dat ondertussen wel noemen. En Maurits, jij bent in de vlog omdat je iets te vieren hebt. Ja, eigenlijk ben ik in de vlog om heel ordinair reclame te maken. Ah, nou, dat is meteen helder. Ja, de rekening sturen we. Ja, is goed. Is goed. Voor een initiatief waar ik samen met een aantal anderen aan begonnen ben een paar maanden geleden. En dat is Accessible Academia. En om goed en kort uit te leggen wat dat is, is eigenlijk Accessible Academia is een platform voor en door universitaire studenten en medewerkers met een beperking. We willen ons graag inzetten voor een toegankelijke academische wereld en toegankelijkheid op eigenlijk alle niveaus, van fysieke toegankelijkheid tot, ik zou maar zeggen, sociale toegankelijkheid. Mm-hmm. En daarbij willen we ook een podium bieden voor onderzoekers en studenten die bijvoorbeeld onderzoek doen wat op het snijvelend punt staat van hun geleefde ervaring als persoon met een beperking en hun zeg maar inhoudelijke expertise als student of medewerker aan een universiteit of onderzoeksinstituut. En van waar de droom om daar een apart platform voor op te richten? Waar liepen jullie tegenaan dat je dacht, de wereld heeft zo'n platform nodig? Nou, eigenlijk om heel even mee te nemen in waarom ik tot het idee kwam om een platform op te zetten, was eigenlijk dat ik heel erg mis in mijn dagelijkse praktijk op de universiteit een soort spiegel waar ik mezelf herken. Mm-hmm. Een soort spiegel van, ik ambieer een carrière in de wetenschap, ik ambieer in mijn geval een carrière in de geschiedenis, maar er zijn maar weinig mensen bij mij op de universiteit, laat staan bij mij op de faculteit, dus bij mij, zal ik maar zeggen, in de afdeling waar ik waar geschiedenis onder valt, die zelf een zichtbare beperking hebben. Mm-hmm. We zijn er, even voor de duidelijkheid, voor zowel mensen met een zichtbare als onzichtbare beperking, om het zo maar even te zeggen, maar het was voor mij in eerste instantie vooral om te zorgen dat ik, om te kijken dat ik zo'n platform zou heel erg helpen met het vindbaar maken van die mensen, zou ik maar zeggen. Vindbaar maken van de mensen die voor mij en voor anderen een spiegel zouden kunnen zijn. Zeg maar de mensen die de klappen van de zweep, om het zo maar even te zeggen, van functioneren in de academische wereld als je een beperking hebt, al kennen, zou ik maar zeggen. En wie is er welkom? Want ik ben natuurlijk ik heb een eenvoudige kunstacademie-achtergrond. Jan is ook een sociaal werker. Was dat een academie, Jan? Of was dat toen? Nee, maatschappelijk werken, de HBO-opleidingen. Ja. Dus mogen wij meedoen of mogen we niet meedoen? Ja, nou, we zijn op dit moment, alle, zeg maar, het kernteam wat zoals het er nu is, dat bestaat alleen uit mensen die werken of studeren aan een universiteit. Yeah. Maar het HBO is zeker een van onze, ik zou maar zeggen, groeigebieden voor in de toekomst. Ah ja. En we zijn nog aan het bekijken hoe je daar dan omgaat met HBO-studenten. Omdat het wel, omdat ons idee wel is dat het een platform, ook als het kijkt naar studenten en wat je studenten wil meegeven, is eigenlijk ook de boodschap van je kunt een academische carrière ambiëren als je een beperking hebt. Dat is eigenlijk de boodschap die we richting studenten heel erg willen uitdragen. Mm-hmm. En we willen ook eigenlijk binnen de academische wereld dan, binnen al die instituten die wij in Nederland hebben, dus en universiteiten en onderzoeksinstituten, een soort gedachtenwisseling op gang brengen en ook bijdragen aan een soort idee van, ik zou maar zeggen, die mensen binnen die instituten anders te laten nadenken over hoe het is om een beperking te hebben.
En zijn jullie dan vooral een belangengroep of een ontmoetingsplek? En wat is je grootste ambitie? Is je ambitie bijvoorbeeld ook om ik noem maar wat, feesten te organiseren waar iedereen elkaar tegenkomt? Of is het veel meer een soort kennis delen op afstand? Eigenlijk zijn wij in opzet heel erg breed. Dus we zijn een van de pijlers is dus echt de plek zijn voor ontmoeting. Dus ook echt ervaring kunnen delen van bijvoorbeeld, ik noem maar wat, waar ik dan zelf bijvoorbeeld wel eens tegen aanloop, onderzoek doen in een archief. Dat is voor mij als historicus in de DOP natuurlijk een van de dingen die ik veel moet doen. Maar daar zitten allerlei... Ik kom daar wel in, soms met mijn beperking een beetje in de knoei. In die zin dat je voor bepaalde dingen fijne motoriek nodig hebt. En dat is niet altijd even handig. Ik noem maar wat, dat zou een thema kunnen zijn waar we het in een soort van... praatgroep klinkt misschien een beetje gek, maar het over zouden kunnen hebben. Van, goh, wat zijn de dingen waar je tegenaan loopt? En tegelijkertijd willen we dus een podium bieden aan... wetenschappers met een beperking, studenten met een beperking die iets doen, als iets publiceren. En dan zowel zeg maar de mensen die ervoor kiezen om hun positie op een kruispunt tussen die geleefde ervaring en inhoudelijke expertise te gebruiken, als mensen die dat niet per se gebruiken in hun onderzoek. En wat we ook heel erg willen zijn, is een soort, toch een beetje activistisch in het aankaarten van, ik zou maar zeggen, de problemen in de structuur van de universiteit en hoe dat je mogelijk als persoon met een beperking dwarsboomt. Dus geen studentenfeestjes. Jullie zijn geen studentenvereniging. Nee, maar wel bijvoorbeeld waar we wel over na aan het denken zijn, is bijvoorbeeld wel netwerkborrels bijvoorbeeld. Ja, precies. Om te zorgen dat je als student met een beperking dus wel die spiegel krijgt aangeboden, om het zo maar even te zeggen. Ja. Nou, dat vind ik al de start van een feestje. Netwerkborrel kan behoorlijk zeker. Uit de hand lopen. Zoals... En netwerkborrel kan zeker uit de hand lopen. Ja. Mag ik even kritisch zijn? Want, ja hoor, altijd. Kijk, in de jaren 70 dachten wij, als je gaat studeren, dan ga je studeren met een handicap bij studenten zonder beperking. Ja. En daar wilde die totale integratie, moet ik hieruit opmaken dat die integratiegedachte, zoals wij die toen hadden, een beetje mislukt is? Dat is een hele goede vraag, Jan. Ik denk niet dat, dat je... ik denk dat die integratiegedachte op bepaalde punten gewoon... Zoals eigenlijk met altijd, hè, met de discussie over integratie... Of ik zou maar zeggen... speciale voorzieningen inrichten voor mensen met een beperking. De brede discussie die we daar altijd over hebben. Ik denk dat we moeten stellen dat die integratie gewoon op bepaalde punten wringt. En dat je altijd in een bepaald opzicht zit met dat bepaalde geledingen binnen die academische wereld niet goed of slechts gedeeltelijk bewust zijn van wat het doet. Mm-hmm. Een collega van mij... Eline, die jullie toevallig een paar weken geleden in de podcast hadden, of in de vlog hadden, zei het heel goed in een interview wat ze gedaan heeft bij onze launch. En dat willen we ook een beetje zijn. Studenten en medewerkers met een beperking zijn vaak binnen universiteiten en andere instituten de kanaries in de kolenmijn. Als het gaat om hoe er wordt omgegaan met... ik zou maar zeggen, gezondheid, toegankelijkheid en ook in een bepaald opzicht sociale veiligheid. En dat willen we, dat perspectief willen we verankeren. En ook, wat ook heel belangrijk is om te benoemen, we zijn het eerste landelijke platform. Want heel veel
zeg maar, universiteiten die hebben wel platforma voor de individuele studenten, zeg maar. Dus bijvoorbeeld mijn eigen universiteit, UvA, daar is een platform waar ik toevallig dan ook weer voor werk. Maar goed, dat is iets anders. Maar dat wilden we ook zijn. We wilden ook, zeg maar, al die initiatieven op een bepaalde, door een initiatief naast te zetten, op een bepaalde manier ook die initiatieven aan elkaar verbinden. En ook zorgen dat het makkelijker is om binnen de academische wereld kritische massa te organiseren. Door elkaar buiten de gebaande paden van universiteiten en andere instituten ook gewoon te kennen en lijntjes met elkaar te hebben. Mm-hmm. En gezien de reacties die we hebben gekregen tot nu toe, vervullen we daarmee best een behoefte die er al bestond. Dus dat betekent dat studenten van alle universiteiten in Nederland zich bij jullie kunnen melden. Hebben jullie daar een website voor? Of hoe ga je dat organiseren? We hebben een website, dat is accessibleacademia.nl. Ik zal hem aan een van jullie doorsturen. Zodat ik zal hem in de show notes zetten. Ja, ja, inderdaad. Ja. En het is goed om te zeggen, we zijn er dus ook echt voor studenten, medewerkers. Maar voor hoe jullie op dit moment ook wel kunnen meedoen, is natuurlijk, wij willen altijd in gesprek blijven met, ik zou maar zeggen, activisten. En dat, ik schaar jullie even onder de noemer activisten. Ik schaar mezelf ook onder die noemer. Dus welkom bij de club, zou ik bijna zeggen. Zolang je dingen in actie zet, ben je een activist natuurlijk. Ja, precies. En ja. Dat is natuurlijk heel, in die zin moeten we er ook niet te zwaar aan tillen. We willen zeker niet een soort, ik zou maar zeggen, pedante club worden van allemaal intellectuelen die denken dat zij de enigen zijn die hier iets van kunnen vinden. Alleen, het is tot nu toe gebleken dat het dat we beantwoorden aan een vraag. Ja. Oké. Okay. Dus we gaan binnenkort een universiteit bezetten. Begrijp je het goed? Wie weet. Een maagdenhuisbezetting. Ik sluit het natuurlijk nooit uit. Ik zie Jans ogen weer helemaal fonkelen. Dankjewel, Maurits, voor het pluggen van dit initiatief. Jullie bedankt voor jullie tijd. Ja, nee, zeker. Hier besteden we altijd graag tijd aan. Ik zal zorgen dat de link in de show notes komt. En heel veel succes. En we hopen natuurlijk op een uitnodiging, mocht de netwerkbijeenkomst een keer doorgaan. Als dit corona gedoe natuurlijk al een beetje voorbij is. Maar, hou ons op de hoogte. Hou ons op de hoogte. Zal ik doen. Super, dankjewel.